Midden-Brabantse ondernemers zetten op 24 maart 2013 de deur wijd open tijdens de bedrijvenronde Hart van Brabant. Een van die bedrijven is Zorgcentrum Padua, gelegen aan de Paus Adriaanstraat 60 in Tilburg. Daar laat Zorgcentrum Padua op 24 maart het volgende zien. De dag van de bedrijvenronde is hier op Zorgcentrum Padua van alles georganiseerd. Een aantal zaken zijn gewoon de standaardzaken die altijd op zondag hebben. Maar vanaf 11 uur tot 4 uur 's middags zijn alle gasten hier welkom. We hebben dan 3 keer de rondleiding om 11 uur. Om 1 uur en om 3:30. Daar laten wij het leven en het wonen en het werken op Padua een stuk zien. Daarnaast hebben wij gewoon standaard een DJ-chef als optreden. Dat is elke zondagmiddag is er een DJ hier en dus nou DJ-chef. Daarnaast hebben we om 2:30 in het restaurant hebben wij een optreden van een Tsjechische volksmuziekgroep. Voor kinderen hebben we een speciale activiteit georganiseerd. En dat is een springkussen in de binnentuin. Een overdekte springkussen, dus ook bij slecht weer kunnen ze erop. En daarnaast een popcornkraam. En de reden dat we deelnemen, is belangrijk iets om toch mee te geven, is omdat wij gewoon eigenlijk iets aan Tilburg willen teruggeven en aan de maatschappij willen teruggeven over de ouderenzorg in Tilburg. Dat het gewoon goed is wat er gebeurt. En dat willen we gewoon graag laten zien. Meer bedrijven bezoeken? Kijk dan op www.bedrijvenrondehartvanbrabant.nl. Of makkelijker nog, scan de onderstaande QR-code. Bedrijvenronde Hart van Brabant. 24 maart 2013 van 11 tot 4 uur. U bent van harte welkom.